80 jaar geleden stierf Domela Nieuwenhuis. Een sociale voortrekker. Een actievoerder. En als zodanig vandaag ook nog actueel. Een aantal mensen in het Westerpark hebben gisteren vrijdag een herdenking georganiseerd op het Nassauplein. Daar staat het beeld van Domela Nieuwenhuis in deze karakteristieke pose. Domela Nieuwenhuis, misschien aan het eind van deze eeuw nog steeds actueel. Want sociaal onrecht in Amsterdam, natuurlijk in een andere vorm, met andere groeperingen, leeft nog steeds. Wat dat betreft dus aandacht voor de herdenking van de sterfdag van Domela Nieuwenhuis. Dat uitgangspunt bij het recht voor alle, voor iedereen individu, is denk ik een heel diep uitgangspunt van het socialisme, dat helaas maar al te vaak door andere richtingen het socialisme gekanseld is. Wanneer recht voor allen de norm van de beweging zou zijn geweest en gebleven, dan was het socialistische experiment zoals we dat deze eeuw in praktijk gebracht hebben gezien niet zo moreel in kwade reuk geraakt. Het is goed om vandaag de sterfdag van Domela Nieuwenhuis te herdenken. Hij was een persoon die het niet verdient om in de vergetelheid te raken. Zijn plaats in de Nederlandse geschiedenis en in die van de Nederlandse arbeidersbeweging is daarvoor veel te groot. En zijn invulling van het socialisme te belangrijk. In 1904 werd Domela Nieuwenhuis groots hulde gebracht. Het paleis van Volksplein op de Vredensplein zat zowel 's middags als 's avonds chockvol met mensen. En dat was omdat hij 40 jaar eerder het Lat Recht voor Allen had opgericht. In het Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen is vanaf morgen het album te bezichtigen dat hij bij die gelegenheid door een commissie van arbeiders aangeboden kreeg. Er zit in dat album aan bijdragen van tal van activisten uit binnen en buitenland en van allerlei mensen uit de wereld van de kunst. Een van de stukjes in dat album is van de grote anarchist Elisée de Kruijf. En dat luidt in het Nederlands: de plant eindigt niet met het leven, hij geeft zijn zaad. De mens is niet maar een tijdje op aarde, hij laat zijn ideeën achter en die zullen nooit verbleken. Dank u wel. Een deelraad vertegenwoordigd door de Groene Partij, maar is zeer actief in de deelraad voor de belangen van de bewoners van Westerpark. Oorspronkelijk zou hier Jaap Dupper spreken, maar Jaap is verhinderd vanwege een sterfgeval in de familie. Dus daarom geef ik nu het woord aan Fred Borier. Ja, zoals Ger al aangekondigd heeft, is Jaap helaas binnen. Jaap Dupper is 16 jaar raadslid geweest voor een partij die de socialistische beginselen heel hoog had staan. Dus ik ga nu mede namens hem en ons comité het volgende voorlezen. Vandaag herdenken we Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een geboren Amsterdammer, die 80 jaar geleden door duizenden Nederlanders naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Dat daar duizenden mensen bij betrokken waren, had een bijzondere reden. Immers, hier werd een van de eerste socialisten van ons land geëerd. Een man die opkwam voor de arbeidende bevolking. Voor de afschaffing van de kinderarbeid. Voor de verbetering van de mensonwaardige levensomstandigheden waarin grote massa's mensen leefden. Maar Domela Nieuwenhuis stond voor meer. Hij pleitte voortdurend voor een maatschappij waarin het privébezit van de productiemiddelen aan banden zou worden gelegd. In het bijzonder pleitte hij voor het bestaan van openbare nutsbedrijven, waaronder gas- en lichtbedrijven en openbaar vervoer. Hij was een groot voorvechter voor het algemeen kiesrecht, zowel voor mannen als vrouwen. Jarenlang heeft hij een blad uitgegeven met de sprekende titel Recht voor Allen. Hij was het eerste gekozen Kamerlid wat de socialistische beginselen in de Kamer vertegenwoordigde. Hij werd een volksvertegenwoordiger in de ware zin van het woord. En dat wil zeggen, hij liet zich niet in de muren leggen door de overheid, die ook toen al probeerde om de Kamerleden mede verantwoordelijk te maken voor het beleid van de overheid. Helaas moest hij met ledenogen aanzien hoe diegenen die zijn medestrijders moesten zijn in andere parlementen, hun steun verleenden aan de oorlogsbegrotingen,
die de Eerste Wereldoorlog mogelijk maakten en tot gevolg hadden. Hij, de antimilitarist in hart en nieren, verklaarde zich in antwoord hierop antiparlementariër. En hij bedankte voor zijn plaats in de Tweede Kamer. Hij werd anarchist. Hetgeen niet inhoudt dat hij bommen ging gooien, maar dat hij vond dat je het beste buiten met parlementaire actie kon voeren. In individueel verband of in georganiseerd verband. Dit was zijn reactie op de op gang zijnde uitverkoop van arbeid en kapitaal van het internationale kapitalisme. Dat voerde mede tot de Tweede Wereldoorlog. Hieruit kwam het meedogenloze fascisme van Hitler en Mussolini voort. En dat was waar Domela al lang voor zijn dood in 1919 voor zag en tegen waarschuwde. Zijn ergernis over het optreden van zijn linkse broeders, de sociaaldemocraten, was vooral gericht op hun opvattingen om het kapitalisme aanvaardbaar te maken voor de grote massa. Hun streven was gericht op hervorming, op het reformeren van de maatschappij. Wat voor een les valt hier vandaag de dag uit te trekken? De gekozen leden in het parlement, de gemeenteraden en de deelraden, die laten zich vandaag de dag eerder zien als bestuurders. En zij vergeten dat zij in de eerste plaats volkvertegenwoordigers dienen te zijn. Dat heeft een grote verwijdering tussen de kiezer en de gekozenen tot gevolg gehad. Waardoor velen helaas van de stembus wegblijven. Zo langzamerhand zien we dat een minderheid bij de verkiezingen bepaalt hoe ons land, onze stad of onze deelraad haar bestemming kent. Daardoor vindt er geen debat meer plaats over de voortschrijdende privatisering van de openbare bedrijven, van de woningcorporaties die projectontwikkelaars zijn geworden, de uitverkoop van de elektriciteitsbedrijven, de kabelnetten, de dans om het kapitaal rond de spoorwegen en het openbaar vervoer. En wat zijn de gevolgen? Treinrampen, noem maar op. Het zou goed zijn als de politici zich eens verdiepten in de beweegredenen en de geschriften van Domela Nieuwenhuizen. En zich er rekenschap van gaven waarmee ze bezig zijn en waarvoor ze gekozen zijn. Ook al is er voor een grote groep in de samenleving geen sprake meer van bittere armoede, zoals in de jaren van Domela, immers de beurzen stijgen nog steeds, maar ze kunnen ook met een rotklap in elkaar donderen en dan is lijden, dan is de wereld in last. Het is goed vandaag bij de herdenking van de grote Nederlander die Domela was, dit tot ons te laten doordringen. Want herdenken maand tot nadenken. Dank u wel. Fred, voor jouw inleiding. De vrienden van Domela Nieuwenhuis, we zijn aan het einde van deze meeting gekomen. We stellen vast dat er toch een geslaagde herdenking is geweest. Nog niet zo lang geleden sprak er een politicus over socialisme voor de televisie. Zijn woorden waren socialisme en communisme is een rimpel in de oceaan. Maar vandaag is hier weer eens bewezen dat toch vele mensen nu hier aanwezig en verders in Nederland en over de hele wereld steeds meer voor een betere de behoefte hebben om aan een betere wereld te vechten. Een wereld zonder armoede. Een wereld zonder oorlog. Gewone werkers hebben geen belang bij welke oorlog dan ook. Maar zolang er een tweedeling in de wereld blijft bestaan, met aan de ene kant de bezittende klasse en aan de andere kant de niet bezittende klasse, zal er gestreden moeten worden voor vrede en voor welvaart. Zij die aan de oorlog verdienen, zullen altijd het oorlogsvuurtje proberen brandend te houden. Daarom zijn wij ook hier bijeen om in de geest van Domela Nieuwenhuis een appel te geven voor vrede en tegen de armoede. Men spreekt via de pers veel over de aanwezige welvaart. Maar een persbericht van verleden week sprak over Rotterdam, een stad met 800.000 inwoners, waarvan 19% op of onder de armoede
grens leven. En dan vraag je je af, is dat die welvaart? Nee, vrienden. Bestaat welvaart uit het hebben van een tv of een radio? Nee, dat is een vanzelfsprekende ontwikkeling van de techniek. Is het welvaart dat men voor 70 gulden een plaats moet betalen in welke schouwburg dan ook? Dat is al voor een gewoon modaal gezin niet op te hoesten. Maar dat gezin heeft wel recht op een bezoek aan een theater of een of andere voorstelling in het concertgebouw bij te wonen. Kortom, er is door de werkers nog veel om voor te strijden. Dat kan in de eerste plaats via hun vakorganisaties en progressieve partijen. Deze meeting nogmaals bewijst dat er behoefte is om samen te komen, zoals we nu hier op dat ogenblik. En je wilt te tonen dat je voor vrede en een beter leven wil strijden. Hoe goed zou het zijn voor de vakbeweging en voor de progressieve partijen uit deze bijeenkomst lering te trekken? En denk daar bijvoorbeeld aan de 1e mei in 2000, om op die dag, de dag van de arbeid, de werkers bij elkaar te halen. Dan niet in zaaltjes voor eigen gehoor, maar organiseer die 1e mei in het jaar 2000 op de straat. En dan voor alle werkers. Zo'n meeting moet ondersteund worden door de vakbeweging. En het is toch ondenkbaar dat progressieve partijen daaraan mee willen werken om de werkers in slaap te sussen. Voor de vakbeweging is er ook veel werk aan de winkel. Daarom is georganiseerd zijn van de werkers zo noodzakelijk. Stop het terugdraaien van verwerven van de verworven rechten. Denk aan wat er met de WAO is gebeurd. De wet arbeidsongeschiktheid. Het is toch te gek voor woorden dat een arbeider met twee tennisarmen, die niet meer te genezen zijn, dat deze man toch verplicht wordt een halve dag te werken. Tot slot wil ik de leus van de moderne vakbeweging van voor de Tweede Wereldoorlog aanhalen. Zonder strijd geen overwinning. Vrienden, dat is het einde van mijn betoog. Dus toch nog een herdenking van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Met een behoorlijk aantal mensen die kwamen kijken en een belangstelling toonden voor toch wel de gloedvolle woorden rond deze man. Een belangrijke man in de socialistische beweging in Nederland. Een belangrijke Nederlander. Een vrijheidslievend socialist. En in het Westerpark was daar in ieder geval belangstelling voor. Ja, ik ben nog bang. 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 Ja, ik ben nog bang.